In Brussel zit die Timmermans, dat is een hele gevaarlijke man. Dat die is... Groene gek, dat zeker. Dat is geen gevaarlijke man. Dat noem ik de groene gek, die is helemaal losgeslagen. Maar, ja. Maak hem nou niet zo groot. Maak hem nog niet zo groot. Als hij de ruimte krijgt, dan ontregelt hij nog erger het land als Kaag ooit kan doen. Nee. Maar ik heb nu wel in de indruk dat Nederland een van de grootste oppositiepartijen is tegen al die plannen van. Nee, wat hij wil, dat is dat natuurplan. En daar zit een probleem in. Dat is namelijk dat er een verslechteringsverbod komt. En dat heeft enorme gevolgen. En daar zijn we tegen. En kunnen we nooit een huis bouwen? Ja, dat heeft allerlei gevolgen inderdaad. En daar moeten we dat niet doen, zoals het kabinet gezegd. En het tweede is dat hij bijvoorbeeld van de Noordzee één groot ecogebied wil maken. En als je dat zou doen, kun je ook je windmolens niet bouwen die we nodig hebben voor die energie. Dan ben je hoofd als je dat voorstelt. Dan ben je niet goed bij je hoofd als je dat voorstelt. Die man die moet boswachter worden, maar geen politie. Maar accepteer nou een klein beetje dat er ook mensen zijn die het niet met je eens zijn. Dat hoeft toch niet. Daarmee krijgen ze toch nog niet meteen.